Het is hier niet veilig. Kom! Wat gebeurt er? Vera! Nee! Vera! 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 Nee! Vera! God! Nee! Meneer president, de minister is hier voor u. Ze willen u heel dringend spreken. Ze is niet vrolijk. Hoe durft u het zover te laten komen? Heeft u het daar buiten gezien? Er is daar een volk dat op u vertrouwt en u doet helemaal niks. U laat ze stikken, omdat u een of ander verdrag moet laten beëindigen. Nou, u heeft het voor elkaar hoor. Er komt niks meer binnen. Er zullen mensen gaan verhongeren. Dus wat is uw plan? U bent echt een monster. Er is daar een slachtveld bezig. Maakt u niks uit, hè? Nee, boeit u niks. Hufte. Zou u beter voor de honden kunnen gooien? Wat zijn jouw vroegste herinneringen? De eerste stappen? Een vakantie? De enige herinneringen waar ik nog aan denken kan, zijn de keuzes die tot de dood van mijn dochter geleid hebben. Dat verdrag moest beëindigd worden. Je noemde me daar straks een monster. Het ware monster heb je nog lang niet gezien. Meneer de president, ik had iets onverwachters verwacht. De kracht ligt in de herhaling. We gaan verhuizen. Meneer de president, dit is het, de oplossing. Een nieuw klimaatverdrag en uw excuses, dat is alles. Nee, Charlie, verdomme. Meneer? Ik blijf bij mijn besluit. Mijn Vera is niet voor niets omgekomen. Nee. Nee, dat heeft ze zeker niet. En al helemaal niet als u dit tekent. U rouwt. Dat begrijp ik. Maar uw land is in chaos. En er zijn al genoeg onschuldige mensen omgekomen. Alsjeblieft. Nee. Nee. Jij heft je principe boven het leven van miljoenen mensen. Charlie, je bent met me of je bent tegen me. U moet wat doen.